Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag ga ik proberen niet boos te worden. Het gaat waarschijnlijk moeilijk worden, want dit is iets waarvan je heel boos wordt. Het is heel moeilijk, je gaat zien wat het is. We gaan vandaag Cat Mario spelen. Ja, sommigen van jullie zullen dit misschien wel kennen. Dit spel staat bekend erom dat je heel erg boos ervan wordt. Maar ik? Nee, ik word nooit boos. Ik weet voor de rest niet wat hier staat, maar ik denk dat het Cat Mario is. Ja, dit eerste level die je hier ziet, die was zeg maar, had ik vorige week had ik opgenomen. Alleen dat was dus degene die mislukt was. Dus die ga ik nu even halen en dan ga ik naar level 2. Anders heb ik hem al gespeeld en weet ik al precies wat er allemaal in voorkomt natuurlijk. Nou, ik heb het eerste level gehaald. Blijkbaar wist ik toch niet meer zo goed wat er allemaal kwam. Want ja, kijk maar hier naar. What the fuck? Maar goed, level 2. Deze heb ik nog niet gespeeld. Ga het gewoon doen. Hier zie je min 11. Ik begon met 3, dus ik ben al 40 keer dood gegaan. Ik moet alvast zeggen, dit is echt een naaienspel. Dus ze proberen zoveel mogelijk te naaien. Kijk, dat bedoel ik. Oké. Ik wil hem. Oké, dus. Spring hem uit. Is dat zo'n ding? Oké, daar kan ik niet in. Kan ik hierin? Oh. Wat? Wat gebeurde daar? Hoezo ging ik dood? Wacht, nog een keer proberen. Ik kan erin. Oh, ik word gewoon uitgeschoten. Oké, ik denk dat ik weet wat ik moet doen. Ik moet denk ik niet die middelste aanraken. Kijk. Dus. Oeh. Tuurlijk. Waarom niet? Er komen ineens punten eruit. Oh mijn god, man. Ik moet gewoon direct bewegen, oké. Oké, goed. Oké, dus de derde moet ik niet aanraken. Oké. Oeh. Tuurlijk. Dat was mijn lamp. Oké, kom op. Direct naar de vierde. Hoppa. Nou gaan we speedrunnen. Oh. Waarom zitten er elke keer van die onzichtbare blokken? Die kan je gewoon niet zien. En dan ineens kom je er tegenaan. Oh, tuurlijk. Oké. Wat? Is allemaal dood? Spring! Oké, goed. Hier komt beest uit. Ik weet niet meer wat er hier gebeurde. Oh, onzichtbaar blok, ja. Tuurlijk! Wat is dat überhaupt voor beest? Oké, ik weet het. Godver. Dood. Die is te doen. Hier moet ik gewoon hoog springen. En dan komt er ineens zo'n beest uit. Ja, wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Oh mijn god, jongen. Ik vergeet dit steeds ook. Maar ik word nooit boos. Meen je dit? Ik kan hier gewoon nu niet meer uit. Dus ik moet nu gewoon hier naar beneden vallen. Kan je rennen? Wat is dit nou weer? Man. Oh, weer diezelfde. God. Hey, ik word niet boos. Ik word nooit boos. Oké, zijn we weer. Oeps.
god. Oh mijn god, man. Ja, maar die kat. Wat moet ik daar nou mee? Oké. Ja, hoppa. Oeh, er komt er nog één uit. Wat is dit nou, man? Kom op, man. Ik spring toch verder. Nee, doe ik het alweer. What the fuck? Wat? Zit iets vast in mijn keel of zo? Huh? Tot nu toe heb ik deze challenge gewoon voltooid. Ik word namelijk nooit boos. Nee, daar zat... Hey, die wordt goed, toch? Of is die... Holy shit. Wat gebeurde daar dan? Ik viel gewoon door de grond heen. Wacht, die wil ik nog een keer. Dat vond ik wel even leuk. Geef me die. Oké, nee, die moet ik hier niet nemen. Want daar kan je letterlijk niks meer. Daar ging mijn licht alweer. Kraag aan. Ik ben ook niet eens bij het checkpoint gekomen. Halverwege heb je een checkpoint. Oké. Ik ben weer dood. Maar halverwege heb je een checkpoint. En als je daar bent, dan hoef je het eerste gedeelte niet meer overnieuw te doen. Dan kan je het vanaf daar weer doen. En daar ben ik nog niet eens. Hoe? Ik raakte hem niet eens aan. Ik raak dat ding toch niet aan! Komt er nou nog een uit? Nee. Kijk, checkpointje. Hoppa, lekker. Dat was checkpoint. Het eerste gedeelte hoef ik niet meer te doen. Oké, dus. Maar hier word ik niet boos om. Want ik heb een checkpoint gehaald. Dus progressie, jongens. Dit is progressie. Dit viel naar beneden, toch? Ja. Oh. Oh, ja, tuurlijk. Rennen. Oké, mooi. Ik ben bang om die dingen te pakken. Want het gaat elke keer weer mis. Maar ik pak dit sterretje wel. Oké, daar ga ik dood van. Maar als je die rode paddenstoel erop laat vallen, dan wordt hij groot. En dan kan ik er tenminste langs, want nu zit hij de hele tijd voor. En anders zakt hij door de grond heen. En dan kan ik er langs. Kijk, dus voor de rest moet ik niks doen. Kijk, dat is goed. Oh nee, val er maar in. Juist. Maar hoe kom ik daar nu... Wacht, ik denk dat ik moet wachten tot het hier is. En over me heen springen. Oké, ik moet langer wachten. Dan ga ik hier achterlangs. Volgens mij kan je daar niet achterlangs. Nee, hier kan je gewoon niet langs. Nu? Gaat in beast mode doen. Nu gaan we het gewoon halen. Twee petten, we gaan het doen. Oh mijn god. Ik weet wat mist. Een 3D-bril. Nog een 3D-bril. En een vuurwerkbril. Dit moet lukken. Oké. Ik zie vrij weinig. Ik zie eigenlijk helemaal niks. Maar dat geeft niet. Nou, ik zie het niet. Maar dat geeft niet. Want door deze dingen wat ik allemaal op heb... Dan weet ik het gewoon, wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb deze challenge heb ik gewoon voltooid nu. Ik kan nou niet meer verliezen. Het is onmogelijk. En ik ga nu hier langs dit beest en... Oké. Dan gaan we het zo doen. Oh mijn god, jongen. Laatste poging. Oh mijn god.